Het Diwali-feest, of lichtjesfeest, wordt vanaf gisteren door diverse hindoe-organisaties in Suriname uitbundig gevierd. Vandaag wordt het feest in huiselijke kringen gevierd. Deze dag is vanaf 2010 uitgeroepen tot een nationale feestdag. Het feest, dat haar oorsprong in India heeft, is bedoeld als de overwinning van het goede op het kwade. Opmerkelijk bij dit feest zijn de lichtjes die in het huis en op het erf worden aangestoken. Deze activiteit gaat ook gepaard met het nuttigen van zoetig eten. Onder andere in de districten Wanica en Paramaribo hebben culturele organisaties een Diwali-optocht gehouden. Aan het einde van de optocht in Paramaribo Noord heeft Roy Boudou, voorzitter van Sri Sanatan Dharma Paramaribo Noord, de deelnemers en overige aanwezigen toegesproken. Volgens hem is Diwali een van de grootst gevierde activiteiten over de gehele wereld. Diwali wordt eigenlijk gevierd in 5 dagen. Het unieke van Diwali is het harmonieën van de 5 filosofieën. Als we elk van die 5 dagen vieren met ware begrip, dan zal dit ons doen verrijken. Elke dag heeft zo'n eigen rituele mythes. De eerste dag is genoemd naar Dhanteras. Deze valt op de 13e dag van de maand Ashwin en wordt dan betekent rijkdom. Deze dag is heel belangrijk voor de samenleving. De tweede dag betekent Puri Diwali of de kleine dia. Dit valt op dag 14 van de maand Ashwin. De legende relateert de dag aan koning Bali die de halfgoden gevangen hield. De voorzitter van Sri Sanatan Dharma Paramaribo Noord, Roy Boudou. De ambassadeur van India in Suriname, Satinder Kumar, was onder de indruk van de Diwali-optocht in Paramaribo Noord. Hij sprak het publiek in het Hindi toe. Anders dan gisteren wordt het Diwali-feest vandaag in rustige sfeer doorgebracht.